Minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft zich onlangs gecommitteerd aan de He for She-campagne. Dit gebeurde in het bijzijn van zijn collega Mike Noorsalim van Binnenlandse Zaken. Een primeur van de dag was het feit dat minister Pengel de 100ste mannelijke gecommitteerde van de He for She-campagne is in Suriname, waardoor het aantal gecommitteerden in Suriname op 110 komt te staan. De 100 heren zitten samen in een bevoorrechte groep van 10 vrouwelijke gecommitteerden. Minister Noorsalim gaf aan dat hij het wenselijk vindt dat er in de komende 2 maanden er op zijn minst 100 gecommitteerden bijkomen. Voorafgaand aan de committering verzorgde de heer Nasir Eskak van het ministerie van BISA een korte inleiding met betrekking tot de He for She-campagne. Voor het bewerkstelligen van gendergelijkheid, welke in principe een eeuwenlang fenomeen is en overal op de wereld voorkomt. En dus ook in Suriname. En we zijn dus blij dat dit internationaal actieplan ook voeten aan de grond heeft gekregen in Suriname. He for She beijvert zich voor gendergelijkheid. Dat wil zeggen dat He for She zich beijvert voor een gelijke behandeling voor personen met een verschillend geslacht. Gelijke behandeling voor zowel de man als de vrouw, jongens als meisjes. En daarom zijn we blij dat we dan vandaag, He for She, dat de minister van OETC, minister Pengel, zich vandaag zal laten committeren om zich aan te sluiten aan dit internationaal actieplan om ook zijn stem te laten horen. In welk forum dan ook, minister, ja, dat u dan een van de voorvechters wordt naast onze minister van Binnenlandse Zaken. Ik ben de tweede minister. En wat mooier is, minister, u bent de 100ste persoon die zich, mannelijk persoon die zich committeert in Suriname. De He for She is een solidariteitscampagne voor de bevordering van gendergelijkheid, geïnitieerd door de VN. Het doel is om gelijkheid te bereiken door alle geslachten aan te moedigen als agenten van verandering en actie te ondernemen tegen negatieve stereotypen en gedragingen. Grond vanuit het idee dat genderongelijkheid een probleem is, dat alle mensen raakt, sociaal, economisch en politiek, probeert het mannen en jongens actief te betrekken bij een beweging die oorspronkelijk wordt opgevat als een strijd voor vrouwen door vrouwen. Het onderdirectoraat ondernemerschap van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme heeft in samenwerking met het Suriname Business Forum SBF, die een werkarm van het ministerie is, een 2-daagse workshop georganiseerd over proposal writing, CDCS. Meneer Kalka, wat is het doel van deze workshop? Nou, CTCS workshop, CTCS staat voor Caribbean Technological Consultancy Services. Het is een workshop die bedoeld is om proposal writing te bevorderen. Proposal writing in die zin dat we mensen helpen met de ability, de capaciteit om eigenlijk goede aanvragen te kunnen indienen voor technische assistentie bij de CDB, de Caribbean Development Bank. We hebben gezien dat na een korte evaluatie van ongeveer een jaar, dat er toch nog veel schort bij organisaties, business support organisaties, satellietorganisaties, bedrijfslieve organisaties, maar ook bedrijven, dat zij eigenlijk niet de juiste capaciteiten hebben om de juiste ingrediënten aan te dragen voor goede proposals. En we moeten zeggen dat met deze workshop wij entameren op ook andere donoren, niet alleen de CDB, maar ook andere donoren, omdat zij ongeveer hetzelfde format hebben. En we hopen natuurlijk dat met deze 20, 25 participanten die we vandaag en gisteren hebben gehad, dat zij nu in staat zijn om in elk geval zeker binnen hun eigen organisatie, zeker bij de business support organisatie, een CQ-dienst waar ze aan verbonden zijn, dat zij ook anderen kunnen helpen binnen hun netwerk, binnen hun leden, bestand en bedrijven.
om in elk geval goede proposals in te dienen bij ons, bij het Suriname Business Forum, dat wij dan samen bekijken om dat te kunnen aanvragen bij de CDB. Het is een technische assistentieprogramma die een heleboel omvat, vrij breed, in de breedste zin, in de ruimste zin, des woords. En daaronder kan worden verstaan marketingstudies en feasibility studies, maar ook trainingen, workshops, seminars en jobstages en al dit soort zaken kun je vervatten in technische assistentie, breedste zin. En van daaruit werkt CDB naar ook versterking van lokale ondernemerschap. En daar hebben we in samenwerking van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme dit samen gedaan, eigenlijk deze activiteit samen gepresenteerd aan de participanten. Om na te gaan of de deelnemers hetgeen ze tijdens de workshop hebben meegekregen binnen hun bedrijf of organisatie kunnen toepassen, moesten zij in groepsverband hun opdracht presenteren. Als blijk van waardering en hun inzet kregen de deelnemers aan het eind van de workshop een certificaat in ontvangst. Het Directoraat Agrarische Ontwikkeling, dat valt onder het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, is ingesteld om landbouwactiviteiten in de binnenlandse gemeenschappen te faciliteren. Voorlichters hebben onlangs een werkbezoek gebracht aan de Pamaka in het bestuursresort Paramaka. De delegatie was zeer onder de indruk van de aanwezige potentie aan landbouwgronden. Probeer naar agrarische ontwikkeling voor toch voor bepaalde problemen uit te binnen. Voornamelijk if you denk dat landbouw, dus aprani, na bijna amoro belangrijk zijn dan zo mij doen naar binnenland. Dus jullie overheid ja wie vloek hoe je kan happy dus man. Zie je? Omdat tenwens mijn prani natuurlijk aan libi ving, toch? En je ziet dat in vergelijking met de kustvlakte, ja, dat is maar een libi voor landbouw. Sa de prani, bako een piste, je ziet dat de kan bij een auto, de kan bouwen ofzo. Dus na asem denk je dat je zomaar verdien uit wat je doet. Er is genoeg bosrijke omgeving om plaats te maken voor het telen van gewassen. Gewassen zoals bodensiri, gewassen zoals gronjang, zelf groenten en fruit. Dat soort dingen, van alles bijna is er te telen daar zo. En met een goede teeltmethode, een paar nieuwe technieken bij, kan je de productie gaan verhogen daar. Dat we komen naar het binnenland, dat we zitten hier, zo mee prani, zo mee go vanaf maanden vroeg op bakana, de man en roken. Dus, waar we voor lukus doen naar de smaasamo, dat je familie kan faciliteren, de overheid of de tak naar voor faciliteren, naar voor happy zo'n soma. Dus van jou heb je happy als smaasamo, libi voor aan landbouw. Ben je van hoe voor absoluut direct vandaag? Ja, natuurlijk, want in feite als we samen tak zonder dat dat na het doel voor het directoraat, toch? Voor faciliteren, ab de smaasai prani. Zo'n libi voor a prani, toch? Voor de kaap van boom inkomen. Voor de mensen, ja, dus ingaan op de telen. Toch een beetje met de nieuwe methoden, zoals bijvoorbeeld. Toch wel een beetje organisch, meer organisch. Dat kan je genoeg vinden. Je kan composteren daar zo, zodat je dat ook kan gebruiken. Je kan speciale gewassen gaan telen. Die bijvoorbeeld stikstofbindend zijn of fosforbindend. En die methodes toepassen op het teeltwijze, zodat je de productie zelf kan omhoog kan brengen. Een beetje zorgen dat er meer pluimvee, meer kippen teelt, meer misschien runderen zelfs. Dat je dat ook de mest daarvan kan gebruiken. Je kan het
Je kan het vlees wat je daar zo van afhaalt, de eieren van de kippen, dat kan je ook verkopen. Is ook een stukje meer waarde aan je als boer zijnde. Dus je kan, en wat ik ook heb gezien, een grote multinational daar in het gebied, Newmont, die ook kan afnemen van de telers en de kwekers.